Rijkswaterstaat start met de renovatie van de hefdeur van het buitenhoofd aan de waalzijde van de westelijke oude sluiskolk van de Prins Bernhardsluis in Tiel. De te renoveren deur stamt uit 1952. Renovatie is periodiek nodig om onverwachte stormen te voorkomen. De deur wordt nu verwijderd en in Amsterdam opgeknapt. Dat duurt enkele maanden. In het najaar wordt de deur teruggehangen en kan er dan weer zo'n 20 jaar tegen. Belangrijk moment was het daadwerkelijk uithijsen van de hefdeur. Volgens de planning gebeurde dit op zaterdag 30 mei in de namiddag. Het uithijsen gebeurde met een lier via de heftoren van de sluis. De 190 ton zware deur werd omhoog getrokken, een kwartslag gedraaid en neergelaten in een ponton. De veiligheid tegen hoogwater is niet in het geding. De middendeur van de sluis dient deze periode als buitendeur en is hiertegen bestand.